hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Gisteren was het woensdag. En toen was ik wat gezelschap die niet graag op de video wouden. En zo toen dacht ik van beter gewoon niet vloggen. Lekker gewoon genieten. Anders moet ik het zo geheimzinnig doen. En bla bla bla. Had ik niet zoveel zin in. Trouwens, een fashion jasje van Nessie. Ik vond deze wel echt chill. Ik draag normaal gesproken echt bijna nooit SM's kleren. Alleen mijn joggingpak of zo. Of een joggingbroek. Maar deze vond ik echt leuk. Ik wist niet goed wat ik hierbij moest aandoen. Toen dacht ik, nou ja, even zo'n leuk zwart vestje. Opa, meenemen. Wat ik dus toch gewoon vertellen is, gisternacht was ik echt zo hysterisch, jongens. Dat was echt niet leuk. Kijk, ik ben van Nessie gewend dat hij altijd, zeg maar, laat weten van, nou ja, ik ben nu hier en daar en ik ben zo laat thuis. Vooral als hij laat thuis komt, geeft het altijd wel netjes door. En hij had gisteren zo'n podcast. En een podcast bij hem duurt echt maximaal 2 uur lang. En toen was ik thuis. Toen was het 10 uur. Dacht ik, nou ja, hij is er over een half uur. Want dan heeft het dan max 2 uur geduurd. Nou, toen was het 10:30 geweest. Nou, ik app van, ja, Nes, ben je al klaar? Weet je, het kan iets uitgelopen zijn om 11 uur. Van, oké, toen dacht ik van, ik hoor nog niks van hem. Ik zei, Nes, ben je al klaar? Toen heb ik hem gebeld, nam die het op. Op een gegeven moment was het dus 12 uur en toen begon ik mij, ja, best wel druk te maken, want inmiddels was hij 1,5 uur te laat en hij liet niks horen. En toen was het op een gegeven moment 12:30 en toen begon ik echt paniekerig te worden, want ik hoorde niks van die jongen. En normaal gesproken is hij altijd zo netjes met doorgeven waar hij is, ook als het iets later is of wat dan ook. Maar nu was hij dus gewoon 2 uur later nog niet thuis. Dus ik werd echt heel erg bezorgd. En toen heb ik maar zijn vrienden een DM gestuurd of ze wisten waar die was. Nou, dat wisten ze niet. Ja, ik wist als enige dat hij nog een podcast had. Dus ik had Q een DM gestuurd van Q, weet je, toevallig of hij na het podcast misschien een andere afspraak had. Misschien een show, weet ik veel, waar ik niks van af weet. Want inmiddels was hij dus al 4,5 uur bezig met een podcast, wat normaal gesproken 2 uur max duurt. Hè. Dan loopt het nog een beetje uit. In ieder geval, hij had dus geen andere afspraak. Het was inmiddels 1 uur. Was inmiddels 12:30, sorry. Dus toen heb ik mijn auto gepakt en ben ik gewoon naar zijn kantoor gegaan. En toen zag ik gelukkig dus wel dat zijn auto daar was. En dat het licht daarboven bij zijn kantoor ook gewoon scheen. Was ik gelijk opgelucht. Maar ja, ik had natuurlijk geen sleutel. En inmiddels was Kirsi daar ook. Die was ook ongerust, want het is ook echt niks voor Nessie om niks te laten horen zo lang. Maar hij had ook geen sleutel, dus we kwamen niet binnen. En toen dacht ik weer van, nou ja, wat als hij hier dus wel is. Want zijn auto is er en licht schijnt. Maar er is iets met hem daar binnen. Weet ik veel, misschien is hij niet goed geworden, wat dan ook. En dan, ja, dan kunnen wij hem niet helpen. Dus echt, als het echt nog een uur langer of zo had geduurd. Wat overigens wel veel te laat is voor iemand die bijvoorbeeld, weet ik veel, iets mankeert. Had ik gewoon 112 gebeld en gewoon naar binnen, was ik gewoon naar binnen gegaan. Maar uiteindelijk, ik denk 1 uur of zo was het, belde hij mij na 10 gemiste oproepen van mij, van zijn moeder, van zijn vrienden en zo. Maar de podcast had dus gewoon echt 4 uur lang geduurd. Ik heb het echt nog nooit gehad. Ik ben echt totaal niet een hysterische vrouw, weet je wel. Want Nessie komt soms 4-5 uur thuis na een show. En dat maakt me allemaal niet uit. Omdat ik gewoon weet van, nou, deze jongen kan gewoon iets later vandaag thuis komen. Dat hij een show heeft. En hij geeft het ook altijd netjes door. Maar als ik dus niet weet waar hij is. En ik hoor zo lang niks van hem. Nou, echt, ik was echt zo hysterisch. Ik zweer, ik heb gewoon Honnie in de nacht huilend opgebeld. Met, ik weet niet waar Nessie is. En maar ja, goed afgelopen. hij vond het echt heel erg zielig voor mij. Want ik was echt heel hysterisch. Ik was echt in paniek. Zijn we daarna naar McDonald's gegaan. Echt letterlijk 3 uur 's nachts of zo. We hebben samen even nog een burger gegeten. We hebben daarna echt zo lekker geslapen. Maar toen ben ik in de nacht dus wakker geworden. Omdat ik dus echt, ja, ik was zo hysterisch die nacht. Ben ik dus wakker geworden. En dacht ik alleen maar aan hoe hysterisch ik was eigenlijk. Toen kon ik ook niet meer slapen. Dus ik heb echt slecht geslapen.
Maar ik ben onderweg naar de kapper. Jongens, ik ben inmiddels bij Dina. Ik ben alweer klaar. Ik heb er letterlijk maximaal een uur over gedaan of zo. Ja, echt zoiets. Snel dit keer. Maar ik heb dit keer mijn uitgroei geverfd in plaats van geblondeerd. Dus iets lichter gemaakt. En de rest van mijn haar gewoon een beetje toon over gedaan. En ik heb mijn haar laten knippen door Dina. Dus ik ben er best wel blij mee. Dus thank you, babe. Alsjeblieft, baby. Je zag het net niet zo goed, maar in deze licht zie je de kleur echt veel beter. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. En Dina houdt altijd heel erg natuurlijk bij mij. Zelfs mijn uitgroei. Ze is altijd heel erg eerlijk over wat ik wel en niet moet doen. En ik zei tegen haar, mijn pony is gewoon helemaal afgebroken. Red me. Toen zei ze, oké, we gaan niet meer highlights doen. We gaan niet meer blonderen. We gaan overstappen naar verf voor mijn uitgroei. Heel erg natuurlijk. Ik heb asbruine uitgroei nu niet zo donker als wat ik zeg maar zelf heb normaal. En de rest heeft ze weer zoals de vorige keer gedaan. Ik ben er echt zo blij mee. Ze is echt de best. Ik ga nu lekker fruit eten. Inmiddels lekker thuis. Ik ga even snel wat eten. En daarna ga ik even door naar Action, want ik wil daar nog een wasmand halen. Dat heb ik niet gevonden bij de IKEA laatst. En ik wil nog een paar van die opbergdingetjes om mijn huis gewoon helemaal te fatsoeneren. Ik ben helemaal klaar met alle rommel. Even snel een lunch maken. Ik heb crackers gemaakt met avocado, tomaat, rucola. Daarbovenop zit kaas, zout, peper, chili, limoen, olijfolie. Ja, dat was het. Dat ben ik vergeten. Ik heb een beetje mayo en mosterd erheen gedaan. Dus ik ben benieuwd of dat smaakt. Maar ik wil even een andere bite, zeg maar. Zo, ik ga nu even snel mijn haren beet fixen. Ik wil gewoon echt heel erg mooi eruit ziet. Het is nu een beetje, ja niet volume, maar gewoon iets mooier. Wat kan ik erin doen dat het zeg maar niet zo zacht eruit ziet. Snappen jullie wat ik wil doen? Ik heb mijn haar een beetje gefixt. Ik heb er een beetje gel in gedaan. Ik weet niet of het er mooier op is geworden. Ik heb een beetje weer wat op mijn lippen gedaan. En nu ga ik richting Action. Oh, ik ben echt zo blij met deze look. Ook gewoon het korte kapseltje eigenlijk. Mijn haar was echt zo afgebroken. Ik had het wel echt nodig. En volgens mij wil mijn poes heel graag naar buiten. Maar dat kan niet, want ik ga dus weg. Ik vind dat wel zielig of zo. Maar ik zal mijn poes echt nooit op straat laten. Ik ben inmiddels vertrokken en aangekomen bij de Action. Echt waar. Ik wil net parkeren. Ik was helemaal omgereden om een bepaalde plek zeg maar in te gaan. Komt er gewoon een gozer net inrijden, gaat hij voor mijn neus daar gewoon parkeren. Ik keek echt zo naar hem van, meen jij dit nou gewoon? Hij zag gewoon dat ik een rondje had gemaakt om daar te parkeren. Hij gewoon voor mijn neus parkeren. Ik vind het echt zo'n vieze actie, hè. Echt. Maar ja, goed. Ik heb een andere plek gevonden. Zo, net klaar bij Action. Ik vind trouwens de zijkant van mijn nep dus wel een beetje heftig. Volgende keer ga ik het wel even weer normaal doen. Ik heb echt heel veel leuke dingen gescoord bij de Action. Behalve een wasmand. Ik merk dat ze bijna nergens een normale wasmand verkopen. Zo raar. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon een wasmand met een deksel. Een doodnormale. Niks bijzonders. Kon ik bij de IKEA niet vinden. En bij de Action nou niet. Dus ik denk dat ik gewoon aan de blokken ga rijden. Ik vind blokken best wel prijzig als het om een wasmand gaat. Volgens mij betaal je daar rustig 20, 25 euro voor. Of overdrijf ik nu een beetje. Maar ik ga gewoon naar de blokker. Want ik wil echt heel graag een wasmand. En ik zit zelfs overwegen om nog een wasmand te kopen voor in onze slaapkamer. En als Nessie hem zijn kleren uitdoet, dan kan hij het gewoon daar gelijk in proppen. Heb ik ook geen kleding meer in mijn slaapkamer. Maar ik ben echt blij met deze dingetjes allemaal. Kijk, ik heb ook van dit soort dingetjes gehaald. Echt tof, maar dat laat ik allemaal wel thuis zien. Ik heb zelfs een leuke schaaltjes gehaald. Ik vind Action echt een heel leuk winkel, echt. Ik ben inmiddels aangekomen bij Blokker. Even kijken of ze leuke wasmanden hebben hier. Oei, jongens, ik ben geslaagd. Ik heb 2 gekocht. Best wel prijzig, maar ja, het zijn wel heel goede wasmanden. Het is 22 euro per stuk. Nou, we gaan wasjes draaien, jongens. Toen ben ik langs de McDonald's gegaan om koffie te halen die ik over mezelf heen mors.
dit. Nessie gaat zo blij zijn met mijn nieuwe kapsel. Hij houdt er echt zo van als mijn haar zo bol en kort is. Hij vindt dat echt mooi bij mij. Maar ik vind het, ja, ik heb het niet altijd leuk gevonden, omdat ik best wel een bolle kop heb. En dan ja, kort haar. Ja, ik vind het altijd veel mooier bij slank gezicht om kort haar te hebben. Maar nu vind ik het eigenlijk gewoon echt heel erg leuk. En wat ik echt heel erg leuk vind, is dat ik nu ook gewoon wat gezonde haar heb. Want ja, ik was gewoon heel erg bang om mijn haar zou afbreken. Dat was echt mijn angst de laatste tijd, omdat het van vooruit begon af te breken. Ik sta trouwens in de file. En ik heb morgen een afspraak gemaakt voor morgen om deze kleur te fixen. Want ik ben het echt zo goed als zat. En ik ben even aan het zoeken welke kleur ik zou willen. Ik ben inmiddels bij Alfano's met Bas. Oh, ik wilde zwaaien zo, maar zwaaien kan niet. En Smee gaat mij vandaag trakteren. Want zij heeft vandaag, wat heb je vandaag? Een contract gekregen, vast contract. Vandaag heeft Esmee een vast contract gekregen, dus dan gaan we even vieren. En wij hebben onze vaste bestelling weer gedaan. Dat is als afkeerd al deze. Cozy met bamje. En de pudding, we hebben voor het eerst tarator geproefd, maar ik denk dat je het niet lekker gaat vinden. Ik ben net weer thuis aangekomen. Ik ben even snel naar huis gegaan. Ze gaat nu even naar de hondenbak. We zullen even samen gaan. Maar ik ga toch even eerst langs huis. Want ik wil even graag mijn pyjama aan. Ik heb een beetje buikkrampen. En dan vind ik het niet zo chill om een strakke broek aan te doen. Ik kan nog even laten zien wat wij bij Vanus hebben gekregen. Wij krijgen hier altijd zoveel lekkers. En dit is echt mijn lievelingsbaklava. En het is ja, die van Alfano's. Het is meer zeg maar zo'n Syrische / Irakese baklava. Het is zeg maar niet zo stroperig en nat als de Turkse versie. Die ik overigens ook heel erg lekker vind. Maar dit is mijn favoriet. Dit is echt mijn favoriete baklava. Deze is echt zo lekker. Helaas mag ik het op het moment niet. Maar deze bewaar ik gewoon voor mijn schoonouders voor de volgende keer als we gaan. Wacht, ik ga jullie even snel laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Ik heb dus 2 wasmanden gehaald. Ik heb het helemaal naar boven lopen slepen. En van de Action een luchtverfrisser van Airwick. En nog eentje. Ik heb van die gezichtsreinigingsdoekjes gehaald. Zeep van Dove. Body lotion. Ik heb handschoenen van mezelf gehaald. Omdat ik dus heel snel eczeem op mijn handen krijg. Heb ik daar geen last van. Omdat ik heel vaak mijn handen was tijdens het koken. Ik heb deze schattige schaaltjes gekocht. Ik heb echt een tik om elke keer van die kleine schaaltjes te kopen. Terwijl ze helemaal niet bij elkaar passen. Maar goed, ik vind het heel schattig. Ik heb van die dozen gekocht. Van de, ja, hoe heet het, opbergdozen. En nog eentje. Ik heb van die plastic bakjes gekocht. Gekleed en met mijn pyjama weer aan. En ik ga even een theetje drinken bij S. Inmiddels thuis. En S is inmiddels ook thuis. Die is even aan het editen. En wij gaan nu even lekker samen eindelijk op de bank zitten. En chillen eigenlijk. Dat zit. Je bent lang niet in mijn vlogs geweest. Hey. Ik ben weer beter, jongens. Ik ben niet meer ziek. Ik heb ze vanochtend verteld over wat er gisteren is gebeurd. Miriam was heel bang. Doof niet, hè? Nu ben ik wel extra verliefd. Ben je extra verliefd op mij geworden? Ja. Liever meer dat je zo extra verliefd bent op mij. Ik ben nog steeds even verliefd, want ik heb niet zo'n gekke ervaring gehad. Dus ik had gisteren gewoon een heel chille avond en ik was helemaal overstressed. En toen zei hij nou, ja, sorry, maar ik heb niet zo'n avond als jij gehad. Ik ben gewoon chill. Ja, ik ben met jou. Oké. Okay. Ze hebben ook maar zo'n hele heftige avond gehad. Dat was stress en paniek. Emoties. En ik was gewoon aan het chillen praten. Ja, jij was gewoon 4 uur lang aan het kletsen met mensen. Gezellig gewoon eens. Ik ben super blij dat je vandaag gewoon bij mij bent. Maar morgenavond ben ik ook thuis. Echt? Ik ben volgens mij het hele weekend thuis. Echt? Al morgenochtend niet trouwens? Jawel, middag heb ik afspraak. Oh, jammer, want morgen ga ik een pedicure krijgen.
En ik wil je eigenlijk gewoon een keer meenemen. Soms. Oh. Ik ben aan het typen. Mijn camera typt terwijl ik hem daar eens. In ieder geval, ik ga de vlog afzetten, jongens. Ik wil je nog even lessen laten zien, want het is mijn schatje patatje. En ja, volgens mij was het wel een lange vlog. Ik ga ervan uit dat dit een lange vlog is. Soms heb ik het mis en zeg ik denk dat het een heel korte vlog is en dan gaat hij over de 10 minuten. Ik ga niet kijken naar deze vlog. Waarom dan? Alleen naar het einde. Waarom? Nou! Ja, ik kom... heel leuke dingen gedaan. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden en ik zie jullie morgen weer zo. Ik kijk schil. Doei doei. Dag. Ik lekker nu een leeuwtje.